Hey, hallo! Weer even een video van mij over iets wat ik regelmatig zie gebeuren en waar ik jullie erg graag voor wil behoeden. Ik zelf heb het eerlijk gezegd niet vaak gedaan. Dat is namelijk dat je andere mensen laat meekijken, laat nakijken, input vraagt voor de dingen die jij aan het maken bent. Nou, misschien ben ik een beetje eigenwijs dat ik het niet heb gedaan. Ik denk dat het meer met mijn ongeduld te maken heeft gehad, dat ik gewoon door wilde. Maar dingen nalaten kijken door mensen kan op zich best helpen. Mits ze weten wat ondernemen is, maar ondernemen in het gebied waar jij ook werkt. En mits ze jouw doelgroep zijn. Nou, laatst was er iemand, om even een voorbeeld te geven, die een webinar ging geven. En die zei, nou Ingrid, voordat ik hem aan jou laat zien, ik heb hem nog even aan mijn vriendin laten zien. Die is docent, dus educatief en met online lesgeven is ze heel goed. Denk ik dan, oh. Weet je, dan kijkt er iemand met een educatieve bril naar. En een webinar is een marketing tool. Dat is echt iets anders. Hetzelfde dat ik laatst iemand hoorde zeggen, ik heb een e-book geschreven, maar ik laat die met verschillende ogen daar nog eens naar kijken. Als het niet jouw doelgroep is, of als het niet een ondernemer is die echt het spel goed snapt, weet waarom een weggever, waar het op moet triggeren, dan ben je eigenlijk verder verhuisd dan dat jij dacht. Want zo iemand die is gevraagd om te helpen. Nou, ik zeg altijd, mensen willen graag helpen. Alleen op dit punt moet je dus uitkijken. Dus gaan ze er ook hun plasje over doen. Dus komen ze met iets terug. Waar jij dus, vooral in het begin, hartstikke onzeker over wordt. Ja, maar die zei dat. Of die zei dat. Is het niet je doelgroep? Is het niet een ondernemer die snapt wat jij met dat marketing tool wilt bereiken? Doe het dan niet. Ga er gewoon mee aan de gang. Gooi je de markt op en vraag jouw klanten, dat is namelijk nog eens een keer een dubbele marketing tool, wat ze ervan vonden. Dus je kan best een paar klanten eens mailen over je e-book en zegt, joh, ik heb dit e-book net uitgegeven, mag ik jou eens vragen, wat vond je ervan? En waarom ging je het downloaden? Dit helpt mij weer om het beter te maken. Of je hebt een workshop gegeven of een presentatie en je belt een paar mensen na. Niet per se over het aanbod, maar gewoon wat vond je ervan? Hoe vaak komt daar nog een interessante conversatie uit, waardoor het ook nog eens een klant kan worden. Kies die route en niet de route van veilig aan mensen vragen, waar uiteindelijk best wel een onveiligheid uit ontstaat. Yes, doe ermee wat je wil, maar knoop hem maar wel even goed in je oren. Hey, fijne zomer. Doei doei.